Hybride installaties, meestal de combinatie van een warmtepomp en een HR-toestel, worden gezien als een goede manier om woningen te verduurzamen. Dat kan ook met lage kosten dankzij Nefit Enviline Hybride Basis. Nefit Enviline Hybride is een nieuwe opstellingsvariant van Enviline. U kunt deze split lucht-water-warmtepomp eenvoudig combineren met bijna elke HR-combiketel, nieuw of bestaand. In deze video ziet u hoe het systeem is samengesteld en wat de voordelen en aandachtspunten zijn. Een belangrijk voordeel van Nefit Enviline Hybride Basis is dat kostbare aanpassingen aan het afgiftesysteem en aan de woning niet nodig zijn. Het systeem werkt namelijk ook met gewone radiatoren. Andere belangrijke voordelen zijn dat er minder ruimte nodig is, de montage sneller gaat en de kosten lager zijn dan bij andere systemen. Door een uitgekiende configuratie zijn een open verdeler, een extra pompgroep en een buffervat niet nodig. Omdat er geen buffervat is, moeten minimaal 4 radiatoren van samen minstens 2 kW altijd openstaan. Gaat het om vloerverwarming, dan moet er sprake zijn van minimaal 22 vierkante meter die niet wordt afgesloten. Dus 4 radiatoren van samen minimaal 2 kW of 22 vierkante meter vloerverwarming. Verder zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn bij de installatie. Zorg dat de weerstand van het afgiftesysteem niet hoger is dan de opvoerhoogte van de pomp van de binnenunit en de pomp van de cv-ketel. De opvoerhoogtes vindt u in het hydraulische schema in de Nefit systeemwijzer. Is de weerstand in het afgiftesysteem hoger, pas dan een bypass voorzien van AWDO toe. Plaats een terugslagklep tussen de aanvoerleiding en de retourleiding van de warmtepomp en die van de HR-ketel. Spoel het cv-circuit en plaats een magneetvuilfilter in de installatie. Dop de aanvoer- en retouraansluitingen van de binnenunit af. Regel dan de warmtepomp en het afgiftesysteem correct in voor optimaal rendement. Stel de maximale aanvoertemperatuur van de cv-ketel in op dezelfde temperatuur als de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp. Om de binnenunit van de warmtepomp te beschermen, mag de temperatuur niet hoger zijn dan 80 graden. Door de temperatuur in het afgiftesysteem zo laag mogelijk te houden, is een extra gasbesparing mogelijk. Een aanvoertemperatuur van 35 graden is ideaal, 45 en 55 graden zijn ook gebruikelijk. Bij een hogere aanvoertemperatuur is de besparing lager. Tot slot, de Enviline Range biedt voor elke situatie het juiste vermogen. Bij een ontwerpvermogen tot 12 kW past u de Enviline Split 3 kW, 5 kW of 7 kW toe. En bij een ontwerpvermogen van 13 tot 25 kW past u de Enviline Split 9, 12, 14 of 16 kW toe. Een eventuele combinatie met een Nefit zonneboiler of Nefit zonnepanelen is altijd mogelijk, ook achteraf. Voor elke duurzame installatie geldt dat deze alleen optimaal presteert als de woning goed is geïsoleerd. Kijk voor meer informatie op onze website.